Wat mag de rol van technologie zijn in de zorg? Mogen we zomaar alle gegevens uitwisselen? En wat als algoritmen bepalen welke zorg je krijgt? Er zijn kansen, maar ook grote ethische vragen. D66 wil dat patiëntgegevens op een veilige en snelle manier kunnen worden uitgewisseld tussen zorginstellingen. Ook hebben we het wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk maakt voor ouderen van 75 jaar en ouder om een leven te beëindigen als zij zelf hun leven als voltooid zien. Daarnaast vinden we het vaccineren van kinderen erg belangrijk. We willen daarom dat kinderopvangcentra de mogelijkheid krijgen om niet gevaccineerde kinderen te weigeren. Zo laten wij iedereen vrij, maar niemand vallen.